Wij gaan nu bezig een stukje wandelen, want normaal lopen we natuurlijk de avondvierdaagse, maar ja, dat kan nu niet. Dus nu gaan we gewoon zelf hier lopen. De vriendinnen Martzen, Lola en Sanna lopen de alternatieve avondvierdaagse. En we zijn over de datum heen. Dit is een idee van sportorganisatie Drenthe Beweegt, omdat de avondvierdaagse niet door kan gaan. Normaal gaan er bij de tochten duizenden Drenten aan de wandel. Nou, en als je kijkt naar bijvoorbeeld de avondvierdaagse hier in Assen, dan doen daar wel 6000 kinderen aan mee. Ja, dus dat is gewoon niet mogelijk om dat nu te houden. Dus wat anders is, is dat iedereen individueel zijn afstanden gaat lopen. Of met het gezin of met een klein groepje van vrienden en vriendinnen. Ja, het is wel jammer dat we nu geen sloep hebben. Ja, ja, dat vooral. Dus ik vind het juist altijd zo gezellig met de avondvierdaagse, maar dat is er niet. Oh, kijk. Oh god. Ze zijn heel dichtbij. Ze zijn echt heel dichtbij. Kijk, komen naar ons. Kan je het goed zien? Jawel. Oh, ja. Zo kom je nog eens iets tegen als je de avondvierdaagse doet. Met een wandelapp als e-routes kun je zelf een route uitstippelen. Op de website van Drenthe Beweegt moet je dan doorgeven hoe ver je hebt gelopen. En als ze dan laten zien dat ze 4 dagen een afstand hebben gelopen, dan krijgen ze een diploma. Dan krijg je een diploma en misschien ook een medaille? Ja, het is ook mogelijk om een medaille te krijgen. Als je dat graag wil, dan kan je dat aangeven dat je ook graag een medaille wil. En dat is dan een mooie samenwerking met de lokale organisaties in Drenthe. Want die gaan dan regelen dat de kinderen een medaille krijgen. En dan wij gaan even verder lopen. Wandelen. En we hopen natuurlijk wel dat jullie het ook gaan doen, want ja, dan is het wel lekker. Dan is dat leuker. Dus, ja. Dat was het. Doei!